Ja. Dan hebben we ook Schiphol. Ja, het is toch ook heel droevig. Ja, veel. Namelijk, het een school voor. Ja, Schiphol is een overheidsbedrijf, dus je weet. Ja, het is volkomen incompetent geleid. Hoe heeft dit nou in godsnaam zich zo kunnen ontwikkelen? Dat we nu weer 20% van alle vluchten die moet gecanceld worden. Ja, allerlei mensen die hun vakantie hebben geregeld zijn volledig te klos. Het is. Ja. Je denkt dat. Laat dat nou eens goed. Hoe kan zoiets? Hoe is het mogelijk dat de Nederlandse overheid. Want natuurlijk niet alleen ten aanzien van Schiphol. Maar op een reeks van dossiers. Zich. Ja, heeft laten zien dat ze volkomen incompetent zijn. Dat allerlei problemen maar voortwoekeren zonder dat er klaarblijkelijk iets aan gedaan wordt. Dat is toch raar? Ja. Dat is toch een hele wonderlijke zaak. Het OM in Gelderland gaat 1500 zaken, niet waar, die gaan de prullenmand in. Omdat er te veel bezuinigd is op de rechterlijke macht. Ook weer zo'n bezuinigingsdossier. Dank u wel, meneer Rutte. Wat geweldig ook dat de hele rechterlijke macht ook komt heeft. En niet waar, zwaar beschadigd is geraakt met die flauwekul van u. Dat is diep triest. Daar is uitgebreid tegen geprotesteerd. Er is uitgebreid uitgelegd dat het niet verstandig was. En het gebeurt toch en het leidt dus tot ontsporing. Hè? Wat dacht je, dat viel mij de afgelopen week natuurlijk op. Van eerst hebben we dus in Europa gezegd, nee, de Oekraïne, lid van de EU, dat willen we liever niet. Want dat geeft maar problemen. En je ziet het al op de achtergrond, dat gaat geld kosten. Daar is Nederland niet voor. Je zet je dus te kijk voor de tweede keer als Jan de Zuinigert. Jan die overal tegen is. En dan tenslotte als de commissie met een voorstel komt. Ja, daar ben ik voor, zijn we voor. Waarom zet je jezelf dan eerst te kijk alsof je het niet wilt? Wat is dat nou voor een beleid van Jan Doedel? Hou dan je mond dicht en wacht tot er een voorstel ligt. Dan kun je altijd iets. Nee, we moesten eerst weer van laten weten. Waardoor we in de internationale pers breed werden afgeschilderd als de zoveelste keer dat Nederland dwars ligt, niet waar, vanwege kruideniersoverwegingen. Nou ja, ze zeiden het klopt in dat land nog niet helemaal, dus ze hebben geen recht om lid te worden. Ja, dat kun je zeggen, maar we zijn ondertussen geraakt in buitengewone omstandigheden die van een geheel andere aard zijn. En het is zaak om daar conclusies uit te trekken. En een groot deel van Europa heeft dat gedaan. Dat kon je ook uitgebreid zien aankomen. Maar Nederland zei, nee, we moeten natuurlijk, nee. We gaan echt door alle stapjes gaan we nemen. Nee, dat is hartstikke sympathiek. Ze kunnen een kanon krijgen, maar dat is het dan ook wel eens een beetje. Ik vond het echt. Nogmaals, je wordt in de internationale pers word je voor de zoveelste keer te kijk gezet. Ja. Ze zijn te kijk gezet met dat COVID-fonds. Ze zijn nu weer te kijk gezet. En dan ga je tenslotte moeiteloos akkoord met het voorstel van de commissie. Wat is nou weer stoms? Nou, Rutte zegt, je moet compromissen sluiten in de politiek. Daar hoort dit bij. Ook al dachten we er eerst anders over. Rutte had even afgewacht voordat je met je kinderachtige bezwaren aan boord kwam. Waarvan je wist dat het tenslotte waarschijnlijk niet goed zou gaan. Ik vond het ongelooflijk stom. Maar is het niet goed dat Rutte... Ondertussen, niet waar, sta je natuurlijk te boek als permanent tegen zo'n beetje alles wat op dit terrein zou moeten veranderen. Ja, maar goed, als hij de corruptie wil bestrijden in Oekraïne, heeft hij wel een punt. Natuurlijk dat is... heeft hij een punt. Maar dat geldt precies. Waarom zijn Bulgarije en Roemenië dan wel lid geworden? Ze zijn ook volledig corrupte landen. Ja. Trouwens, als je een lijstje van corruptie bekijkt, dan zul je zien dat alleen een paar Scandinavische landen op dit punt natuurlijk een beetje een uitzonderingspositie hebben. Namelijk dat ze niet corrupt zijn. Corrupt, ja, de corruptie begint toch in Nederland ook meteen onder de grote rivieren? Of is dat de gevaarlijke generalisatie? Nou ja, als je de berichtgeving bekijkt, dan klopt ja, dat. Ja, dan zou je zeggen, dat is ook niet fris daar, toch? Nee, dat ben ik met je eens. Misschien kunnen we tijdelijk Limburg dan ook op het zijspoor parkeren. Hè? Ja, daar hebben ze Jos van Rij weer, hè? Daar hebben we het eerder over gehad. Daar hebben ze Jos van Rij weer. En we hebben de drugsmafia. Ik vond het dus een daad van ingrijpende stomzinnigheid. Hmm. Ja. En nog eventjes over Schiphol, maar ook over die rechtbanken. Is dat wel aan Rutte toe te schrijven? Want het is toch logisch dat als er minder werk is, in het geval van Schiphol... Er was helemaal geen minder werk. Nou, tijdens COVID wel. Nee. Oh, ik krijg een telefoontje. Ja, tijdens COVID, maar je kon er toch wel mee rekenen dat COVID niet eeuwig zou gaan duren. Ja, zo. Ja, dames en heren, er is een schermpje uit het dashboard gerezen. Gepaard gaande met de sympathieke
van die muziek die je ook hoort wanneer ze geen telefonische verbinding met je willen maken. Ik zal hem even uitzetten. Met groene lettertjes, dat wel. Ja, dat betekent inkomende oproep volgens mij. Groen. Maar tijdens COVID was er minder werk, dus dan zeg je... Mensen ja, natuurlijk, maar je ziet toch ook aankomen dat dat tenslotte ophoudt. Dan ben je toch voorbereid op de start. Okay. Maar ja, op zichzelf is dat ook in de hele wereld. Economie zie je dit probleem overal. Ja. Maar goed, het had voorkomen kunnen worden. Ja. Ook bij Schiphol hebben we wel de fietspomp erop gezet. Het kon niet groot genoeg zijn. Er konden niet, weet ik hoeveel vluchten zijn er tegenwoordig. 500.000 per jaar of zo. Ja, dus dat moest dan terug naar 400.000. Nou ja, dat had je van tevoren ook kunnen bedenken. Ja. Het speelt natuurlijk ook bij personeelstekort speelt een rol. Personeelstekort is in heel brede zin het gevolg van het feit dat we die mensen te weinig betalen. Ja. Dat hele dan komen we weer terug op het klassieke probleem. Dat de hele onderkant ook van de arbeidsmarkt natuurlijk in Nederland vrij belazerd betaald wordt. Is ook niet ergens in jou dat je nu een beetje geniet dat die mensen niet op vakantie kunnen? Want je ageert altijd tegen op vakantie gaan. Ja, dat is wat anders. Dat is een puur ideologisch cultureel punt. Vakantie is een ziekte. Vakantie is een besmettelijke ziekte, zo zie ik het. Je moet met vakantie. Je zegt van, hoezo ga je helemaal niet met vakantie? Nou, ik heb dan het zo georganiseerd dat ik naar Texel ga. Ik ga in augustus ook weer naar Texel. Ja, ik ga 3 weken naar Amerika, maar dat is voor het werk, zal ik nou maar even zeggen. Voor werk vind ik wat anders. Ik ga 2 weken naar Texel inderdaad, maar dat doe ik al sinds dat ik 10 jaar oud ben. Dus ik heb wel het gevoel dat het een beetje home from home is, zoals dat heet. Hè? En het is het binnenland in principe. Dus, Het is Nederlands, ze spreken de Nederlands. Dus dat vind ik dat... Ook als al die mensen nou zeggen, nou we blijven gewoon thuis. We gaan een dag naar Haarlem, we gaan dit doen en we gaan dat doen. Maar waarom je in godsnaam naar de zuidkust van Turkije wil. Hè? We zitten nu in het autootje. Hè? En de airco moet aan omdat het de tropische temperaturen zijn buiten. En het gekke van de Nederlanders is, waar ze over klagen, zie je dan steen en benen over de tropische temperaturen. En vervolgens gaan ze in een vliegtuig zitten en vliegen naar Antalya. Om daar 2 weken te genieten van tropische temperaturen. Dat is een beetje raar toch? Nou, dan zit je wel aan de kust. Dan heb je een lekker briesje s'avonds. Nou, dat is bij die Middellandse Zee vaak. S'avonds steekt er dan nog wel een windje op. Ik ben er ook wel eens geweest, zo is het niet. Ja, ik vond er toevallig geen reet aan. Maar goed, dat is nou weer wat dan. Nee, ik zou zeggen, kijk eens of je ook altijd de vakantie, waarom ook alsmaar verder en verder weg. He, dat is toch ook een beetje raar. Vind ik zelf. Nou, het is voor de ontwikkeling van de mens, zeggen ze dan. Hè? Leer je andere culturen kennen. En je leert helemaal geen andere culturen kennen. Gaat toch weg. En ze gaan in Griekenland toch ook aan een eettafeltje zitten. En dan bestel je met enige moeite een paar Griekse gerechten. Maar je spreekt toch geen Grieks. Je hebt toch geen idee van het leven van die dorpsbewoners daar. 0,0. Dat is echt allemaal volstrekte onzin. Hè? Ik zweer het je. En even naar de Gili-eilanden. Ja, als je 14 dagen naar Parijs gaat, die spreekt nauwelijks Frans. Ik bedoel, het is toch toerisme. Je bekijkt een wereld vanaf de buitenkant. Hè. Het heeft niets te maken met een reëel dagelijks bestaan. Sterker nog, als je reëel dagelijks bestaan zou gaan houden in Parijs, niet waar, of je moet verdomd veel geld verdienen, dan is het ongetwijfeld heel makkelijk. Dan zou je zien dat het leven daar helemaal geen haar beter is dan in Utrecht. Integendeel, ik vermoed dat het hier beter is dan het in Parijs is voor vele Parijzenaars. Ja, maar er zijn natuurlijk veel Nederlanders gestrest en die willen toch even weg uit de waan van de dag. Ja, en vooral als je dus gestrest bent, dan moet je dus nog, ga je extra stressen op Schiphol. En stressen op zo'n afschuwelijke luchthaven waar je aankomt. En dan moet je stressen of je het hotelbusje kunt vinden. En in het hotel heb je de verkeerde kamer, want je zit aan de achterkant, zodat je alleen die dorre bergen ziet daar. Nee, we hadden stressen. Als er nou iets is om te ontstressen, is dat je gewoon 14 dagen lekker thuis blijft. Ja. Niet naar je werk gaat. Zet uw telefoon uit, wat dacht u daarvan? Zet uw telefoon uit, ook niet naar al die podcasts luisteren. Daar word je ook gestrest van, toch? Nog een mopper in die podcast. Je hebt in de Maarten gezegd dat als je je tegel achter je tuin optilt, dat je dan al een soort van vakantie hebt. Ja, dat ging natuurlijk om de wonderlijke diersoorten die je dan kunt zien als je weer in Turkije bent of in Nepal of waar ze ook maar heen gaan. Ja, dat is natuurlijk gewoon kletskoek, want ze gaan helemaal niet kijken naar die beesten daar.
weet niet waarom ze erheen gaat. Ik begrijp er altijd heel erg weinig van. Ik begrijp nog wel iets van mensen die leuk gaan wandelen ergens in West-Europa. Dat kan ik nog wel. Het is nou dit de conditie er niet meer voor heb, maar daar heb ik wel begrip voor. Maar ze gaan helemaal niet naar beesten kijken. Nogmaals, er komen in Nederland geloof ik 31 verschillende soorten pissebedden voor. Dus waarom is een pissebed minder interessant dan een berggeit in Nepal? Dat begrijp ik niet. Dat is ook, het is allemaal klets. Die hele vakantieindustrie is kletskoekerij. Ik denk dat jij IJsland nog wel interessant vindt. Nou ja, daar zou je heen kunnen gaan omdat het een wonderbaarlijk eiland is, nietwaar? Waar precies de continentale breuk precies dwars erheen loopt. Dat is allemaal heel interessant. Maar ten aanzien van vrijwel al dit soort van dingen denk ik altijd, ik heb het gezien. Op het scherm, het was hartstikke mooi, schitterend landschap. Je hebt, op die streamingsdienst heb je bijvoorbeeld een ontzettend aardig programma over de Andes. Nou, echt van het puntje in het zuiden tot die splitsing van de Andes daar in het noorden. Ja, moet je er dan nog heen? Voor mij hoeft dat niet zo. Maar misschien wil je eventjes boven die Gullfoss waterval staan? Nee, eigenlijk ook niet. Nee hoor. Ik weet niet, de laatste waterval die ik gezien heb, dat weet ik ook al niet meer. Niet meer Schaffhausen, denk ik, toen ik een jongetje was. Ja, toen ik in Zwitserland was. Nee, ik heb het, maar goed, ik heb nooit erg. Want dat is natuurlijk een van de allergekste dingen. Als je een tevreden dagelijks leven leidt. Hè, je kunt er goed mee uit de bocht. Je hebt je ontspanning. Hè. Weet ik hoe je die zoekt. Je kunt een eindje gaan wandelen. Je kunt zelfs desnoods een stapje in de auto en ga je bij Radio Kootwijk een eindje wandelen. Dus een half uurtje rijden. Nee, dat is. Waarom zou je dan? Dan kom je Jan de Hoop tegen, hè? Die woont daar. Jan de Hoop woont in Radio Kootwijk. Ja, die heeft daar een heel groot huis, ja. In Radio Kootwijk? Ja. Oh, dat is die arme man die dan ineens die vliegtuigen boven zijn hoofd krijgt.